3.4.3 afstand.rechte, een laatste toepassing eigenlijk van de afstandsformules en de driedimensionale ruimte. Dus wat gaan we doen? Wat is er gegeven? We hebben een punt P en een rechte M in de driedimensionale ruimte, waarbij we uiteraard weten dat P geen element is van deze rechte. We wensen de kortste afstand uiteraard tussen P en M te berekenen. We weten intussen uit het vorige onderdeel dat we met die kortste afstand uiteraard de loodrechte afstand bedoelen. Dus dat betekent eigenlijk op de figuur dat dit gaat over de lengte van deze rode pijl, die dus loodrecht staat op deze rechte M. En uiteraard de rechte M snijdt. We zullen twee manieren tonen, waarbij we in de eerste methode gaan gebruikmaken van de leerstof die gezien werd een aantal weken terug, in verband met loodrechte stand, loodvlak en afstandsformule. En een tweede methode die een beetje out of the box denkt en die eerder gebruik maakt van een invalshoek vanuit de analyse en het probleem zal benaderen vanuit een extremalisatiecontext. Dus we gaan eigenlijk een functie gaan opstellen, de functie fr, die we gaan minimaliseren om dit probleem op te lossen. Beide methodes worden ook geïllustreerd met een voorbeeld. Laten we kijken naar de eerste methode. Die bestaat eruit dat we het volgende gaan doen. We gaan het loodvlak construeren, het loodvlak pi, op de rechte m vanuit het punt p. De techniek daarvoor die hebben we een aantal lessen terug geleden geleerd. Dus we moeten dit loodvlak pi zien als een vlak dat loodrecht staat op de rechte m en het vlak p bevat. En we stellen dus inderdaad ook vast dat dus deze rechte m het vlak ergens binnensnijdt en daarna zien we dus eigenlijk de rechte nieuwer verschijnen. Dus vandaar de stippellijn die benadrukt dat de rechte eigenlijk zich achter het vlak bevindt en dus eigenlijk op dat deel onzichtbaar is. Wat we nu gaan doen, eens we dat loodvlak hebben bepaald, is we gaan op zoek naar het snijpunt van die rechte met dat loodvlak. We noemen dat voetpunt, kunnen we zeggen, V. En dan volstaat het uiteraard om de afstand tussen P en V te gaan berekenen. We merken dus hierbij op dat in deze toepassing wel degelijk de afstandsformule punt punt wordt gebruikt en niet de afstandsformule voor afstand punt vlak. De andere methode die zal er dus uit bestaan dat we het probleem gaan bekijken vanuit een extremalisatiecontext. Dat wil zeggen, aangezien V op M ligt, dat we een parametervoorstelling van de rechte M kunnen maken en kunnen zeggen dat V voldoet aan die parametervoorstelling. Nu, omdat V aan die parametervoorstelling voldoet, kunnen we ook de afstand tussen P en V beschrijven als een functie van de parameter R. Het volstaat dan om de functie fr te gaan minimaliseren naar de veranderlijke r, om op die manier de exacte positie van v vast te leggen. We gaan de beide technieken tonen in een voorbeeld. We maken deze oefening, oefening 34, op pagina 161. Wat willen we eerst doen? We willen de eerste methode illustreren. Dat wil zeggen dat we op zoek gaan naar de Cartesiaanse vergelijking van het loodvlak pi uit m op ec. De bedoeling van deze oefening uiteraard staat eigenlijk in onderdeel 3. We wensen de afstand van M, het punt M, tot de rechte EC te berekenen. Dus in eerste instantie zullen we dat loodvlak pi op EC vanuit M gaan bepalen. Nu, hoe doen we dat? Wel, uiteraard volstaat het dat we hier op zoek gaan naar een richtingsvector van de rechte EC. Die is bijvoorbeeld 1 min 1, 1. We kunnen die eenvoudig aflezen uit de parametervoorstelling. En we gaan deze vector gebruiken als normaalvector van dat loodvlak pi. Dus op dit moment is dat loodvlak eigenlijk bijna volledig gekend. Namelijk, dat loodvlak is van de vorm x min y plus z plus k is gelijk aan 0. De waarde van k die leggen we vast door het punt m vervolgens in te vullen. En dat levert ons in dit verhaal x min y plus z gelijk aan 0 op. Het is te zeggen, de waarde van k is blijkbaar 0. Nu wensen we in een tweede onderdeel op zoek te gaan naar een representatie van dat vlak. Dus we wensen eigenlijk de doorsnede van het vlak met deze kubus te gaan tekenen. Nu, we merken daarbij op dat behalve uiteraard het punt m, dat zeker en vast aan pi voldoet, ook de oorsprong tot dit vlak behoort, ook het punt B en ook het punt G, aangezien G als coördinaat 0, 4, 4 heeft. Vul maar in, O, B, G, dan zal je zien dat deze drie punten ook extra gaan voldoen. Betekent meteen ook dat we eigenlijk de doorsnede van dit vlak met de kubus kunnen voorstellen door deze paarse driehoek. Op die manier kunnen we nu op zoek gaan naar het snijpunt V van de rechte EC met dat paarse vlak OBG.
We doen dat door de parametervoorstelling van EC in te vullen in de Cartesiaanse voorstelling van het loodvlak pi. Dat is een eenvoudige berekening die als volgt gaat. Dus r, min 4 min r plus r moet gelijk zijn aan 0 en we halen daaruit een waarde voor r, namelijk 4 gedeeld door 3. Deze waarde van r stoppen we terug in de parametervoorstelling van EC om het snijpunt v te kunnen berekenen. Dat snijpunt v voldoet dan aan de coördinaat 4 derde, 8 derde, 4 derde. Wensen we dan uiteindelijk de afstand van p tot v te berekenen, dan kan dat op basis van de afstandsformule punt, punt, afstand mv, de gekende formule vierkantswortel x2 min x1 in het kwadraat plus y2 min y1 in het kwadraat plus z2 min z1 in het kwadraat. En dat levert in dit voorbeeld 2 keer vierkantswortel 6 gedeeld door 3 op. Merk op dat we ook hier makkelijk het punt V kunnen tekenen door de snijlijn GM te tekenen. GM is de snijlijn van het paarse vlak met de rechte, met het diagonaalvlak eigenlijk, het diagonaalvlak AGEC. Dit is de snijlijn en dan vinden we daar de coördinaat van het punt V terug. Op die manier kan die afstand dus ook snel worden berekend. We tonen nu de tweede techniek, waarbij we dezelfde oefening hernemen. Dus we hebben de identieke gelijke oefening, maar we zullen nu de andere techniek gaan tonen. Betekent dat we eigenlijk de kennis en kunde vanuit de analyse gaan gebruiken. Dus we hebben de rechte EC. Daarvan hebben we een parametervoorstelling gemaakt. Nu, omdat het punt V op die rechte EC ligt, weten we dus dat V aan die parametervoorstelling moet voldoen. Dus voor V kunnen we zeggen dat de coördinaat x, y, z van de vorm r, 4 min r, r moet zijn. We kunnen bij gevolg de afstand tussen m en v gaan berekenen door middel van onze gekende afstandsformule punt, punt. Ja, we doen dat dan als volgt. De afstand tussen m en v is de vierkantswortel uit. Wat moeten we doen? We moeten de x-coördinaten van elkaar aftrekken. Dus dat betekent de x-coördinaat van v is r. X-coördinaat van m is 2, dus r min 2 in het kwadraat. Op dezelfde manier de y-coördinaten, 4 min r voor v en 2 voor m, dus 4 min r min 2, dus kortweg 2 min r in het kwadraat, enzovoort. We bekomen op deze manier een functie die afhangt van één parameter r, die kortweg ook kan vereenvoudigd worden tot deze vierkantswortelfunctie. Het volstaat nu om deze functie te gaan minimaliseren naar de veranderlijke r. Dat betekent dat we de afgeleide van die functie moeten berekenen. We doen dat uiteraard op basis van de gekende kettingregel. We gaan eisen dat deze afgeleide 0 is. Eisen dat deze breuk 0 is, betekent uiteraard dat het volstaat dat de teller 0 is. En we vinden onze r gelijk aan 4 derde terug. Merk op dat het zelfs niet nodig is om nu de exacte coördinaat van het punt V te berekenen. Nee, het volstaat eigenlijk om deze waarde van r in te vullen in de functie f, om op die manier direct en snel de kortste afstand van m tot ec te berekenen. En dat is dan uiteraard opnieuw diezelfde afstand, dus diezelfde waarde, 2 keer vierkantswortel 6 gedeeld door 3. Willen we volledig correct zijn, dan moeten we eigenlijk ook nog nagaan dat dit wel degelijk een minimum betreft. Dat betekent dat we een tekentabel moeten gaan maken van die afgeleide functie. De noemer is uiteraard altijd positief, dus het teken wordt volledig bepaald door de teller. Merk op dat die teller een stijgende functie is in r. Dat wil zeggen dat we eigenlijk een tekenverloop min 0 plus hebben. Dus de afgeleide is negatief, 0 in 4 derde vervolgens positief, betekent functie daalt, bereikt een minimum en zal vervolgens terug stijgen. Op die manier kan die oefening dus eigenlijk minstens even snel worden opgelost. Nog twee oefeningen om dit verhaal te illustreren. De kijker die kan uiteraard kiezen welke techniek hij toepast om dit soort oefeningen tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld om deze oefening te berekenen, of deze afstand te berekenen, de afstand van P tot L, hebben we nu gebruik gemaakt van de tweede techniek. Dat wil zeggen, we maken een parametervoorstelling van de rechte L. Het volstaat daarbij uiteraard om gewoon deze gelijkheid, hier de gelijkheid is gelijk aan r, toe te voegen en op die manier de veranderlijke x, y, z te berekenen. Dus dan kennen we meteen de coördinaat van v. We weten dat v moet voldoen aan die parametervoorstelling. 2 plus 3r, min 3 min 2r, 2r. Dan vervolgens gaan we de afstand tussen p en v uitdrukken met de afstandsformule. Die hebben we daar straks ook al toegepast. We verkrijgen dan de functie f van r. Na vereenvoudiging wordt dat vierkantswortel 17r kwadraat plus 13. We gaan die functie gaan afleiden. Gelijkstaan aan 0. We vinden in dit geval dat r 0 is. En bij gevolg is de gevraagde afstand vierkantswortel 13.
gaat dus eigenlijk zeer snel dankzij deze methode. Maar ik hoop dat het eigenlijk niet meer nodig is om na te gaan dat het wel degelijk een minimum betreft. Het zal in elke omstandigheid, in deze context, altijd zo zijn dat deze methode een minimum zal opleveren. Dus dat mag dan ook rechtstreeks worden aangenomen. Een oefening die niet in de les werd gemaakt, maar die we misschien samen een keer hier kunnen bekijken, is oefening 79, waarbij we de afstand wensen te berekenen tussen twee evenwijdige rechten, P en Q. We merken inderdaad op dat die rechten evenwijdig zijn, aangezien de richtingsvectoren 2, 3, min 2 in beide gevallen zelfs identiek zijn. Ja. Uiteraard gaan die rechten wel door een verschillend punt, enerzijds hier door het punt 4, 3, 0 en anderzijds hier door het punt 1, min 2, min 2. Nu, een manier om dit op te lossen bestaat er opnieuw in om bijvoorbeeld te gaan zeggen van we schuiven een loodvlak op die twee evenwijdige rechten tegelijkertijd. Nu, omdat de rechten evenwijdig zijn, zal uiteraard de vergelijking van dat loodvlak ook meteen vastleggen dankzij de richtingsvectoren van die rechten. De richtingsvectoren 2, 3, min 2, die gaan we gaan gebruiken als normaal vector van het vlak. Merk bovendien op dat het er eigenlijk niet toe doet welk punt nu precies in dat vlak moet gaan liggen. Aangezien de twee rechten evenwijdig zijn, kunnen we het vlak zo ver schuiven zoals we eigenlijk willen. Dus voor het gemak nemen we bijvoorbeeld gewoon de oorsprong. We krijgen dan dit loodvlak pi van de vorm 2x plus 3i min 2z is 0. We zien inderdaad 2, 3 min 2 als normaal vector optreden en we stellen inderdaad vast dat dit vlak gewoon door de oorsprong gaat. Maar, nogmaals, je kan daar eigenlijk gelijk welk ander punt gaan invullen. Dat maakt eigenlijk niets uit. Het maakt niet uit tot welke positie je dat vlak precies gaat opschuiven, uiteraard. Nu, eens we dit vlak hebben bepaald, kunnen we uiteraard nu op zoek gaan naar die kortste afstand tussen die twee evenwijdige rechten. Het volstaat om het snijpunt van dit vlak met P te bepalen. Dat doen we uiteraard door de parametervoorstelling van P in te vullen in die Cartesiaanse vergelijking van pi. We vinden dan R gelijk aan min 1 en dat levert ons een punt P202 op. Op dezelfde manier berekenen we het snijpunt met Q. Ja. Opnieuw door uiteraard de parametervoorstelling van Q in te vullen in de Cartesiaanse van pi en op die manier R gelijk aan 0 te bekomen. Het levert ons het punt 1 min 2 min 2 op. En de gevraagde afstand is dan uiteraard gewoon de afstand tussen die twee punten P en Q. En die laat zich makkelijk vereenvoudigen tot vierkantswortel 21. Een leuke techniek. Dus hier de eerste methode geïllustreerd. Het kan uiteraard de bedoeling zijn voor de kijker om een keer zelf te proberen via de tweede methode hetzelfde resultaat, vierkantswortel 21, te bekomen. Tot hier hebben we alles gezien. Alle leerstof volstaat om nu nog een aantal gemengde oefeningen aan te bieden, die voor een groot deel ook herhaling zijn. Oefening 1, die hebben we samen in de les gemaakt. De bedoeling was daar om de constructie van de doorsnede te maken. Ja, we kunnen dat hier nog even heel kort herhalen. Herinner dat we PR uiteraard direct kunnen verbinden, aangezien dat die een zijde vormen van mijn doorsnede. Ga die altijd ver genoeg doortrekken om maximaal snijpunten extra te vinden. We vinden in dit geval extra snijpunten op de z-as en de y-as. We kunnen het linkse rode punt op de z-as verbinden met Q. Dan vinden we opnieuw twee extra punten op de rechte EH en ook op de x-as. Verbinden we de twee rode punten op x en y met elkaar, hebben we de grondlijn. En op die manier ligt onze doorsnede eigenlijk vast. Wensen we de coördinaten te berekenen van die doorsnede, dan zullen we uiteraard een Cartesiaanse vergelijking moeten gaan opstellen van het vlak PQR. Dat gaat eenvoudig. Ja. Op basis van enerzijds bijvoorbeeld het punt P en anderzijds bijvoorbeeld de richtingsvectoren, enerzijds PQ en PR. Dus te zeggen, hier is waarschijnlijk een veelvoud van PR gebruikt. Ik vermoed dat ik hier die laatste vector door 3 heb gedeeld. Ja. Op die manier kan de Cartesiaanse vergelijking van dat vlak worden afgeleid. Wensen we nu die extra hoekpunten S, T en U te vinden, dan moeten we de snijpunten zoeken van dit vlak met respectievelijk de rechten EH, AB en BC. Dan kijken we eventjes waaraan de rechte EH voldoet. We zien dat de rechte EH als kenmerk heeft dat de y-waarde 0 is en de z-waarde 4. Dus wat we eigenlijk doen, is die rechte EH gaan bekijken als een snijlijn van twee vlakken. Enerzijds het x-z-vlak met vergelijking y gelijk aan 0, het linkerzijvlak van de kubus. En anderzijds het bovenvlak van de kubus met als vergelijking z gelijk aan 4. Als we y gelijk aan 0 snijden met z gelijk aan 4, bekomen we inderdaad de rechte EH.
Als we deze twee kenmerken, y gelijk aan 0 en z gelijk aan 4, invullen in de Cartesiaanse vergelijking van PQR, dan vinden we de x-coördinaat van het punt S, zijnde in dit voorbeeld 4 derde. Op dezelfde manier kan de coördinaat van t en van u worden afgeleid. Voor t bijvoorbeeld ga je na wat is typisch het kenmerk van een punt dat op AB ligt. AB is gekenmerkt door het feit dat de x-waarde gelijk is aan 4 en dat de z-waarde gelijk is aan 0. Dus zullen we inderdaad x gelijk aan 4, z gelijk aan 0 moeten invullen in onze Cartesiaanse vergelijking van het vlak. En dan zullen we bekomen dat y gelijk is aan 2. Merk ook op dat dat perfect wordt bevestigd op de tekening, want t is duidelijk exact het midden van het lijnstuk AB. Op dezelfde manier kan de lezer of de kijker een keer nagaan wat de coördinaat is van het punt U. Oefening 2 laten we als een uitstekende oefening voor thuis. En tot slot nog twee toepassingen die ons naar volgende week toe wel een belangrijke rol gaan kunnen spelen. Het verhaal van de vlakke laag hadden we eigenlijk al in het verleden een aantal keer aangebracht. Wensen we een vlak te vinden dat evenwijdig is met een gegeven vlak, maar door een bepaald punt gaat, dan volstaat het uiteraard eenzelfde normaalvector te nemen voor het vlak beta. Dus beta is van de vorm 2x min 3y plus 4z plus k gelijk aan 0. En wat we dan zullen doen om de waarde van k te vinden, is uiteraard het punt P invullen. En we vinden dan dat k gelijk is aan min 11. Op die manier is die oefening zeer snel opgelost. Van waar de naam vlakkenlaag spreekt uiteraard voor zich dat als je verschillende waarden voor k gaat nemen in deze eerste stap, dat je dan eigenlijk tal van evenwijdige vlakken gaat bekomen voor elke verschillende waarde van k. Op die manier ziet het er eigenlijk uit als een laag van evenwijdige vlakken. Een techniek die in het verleden reeds in een aantal oefeningen is gebruikt. Ja, we onthouden die manier om vlakken evenwijdig met zichzelf te verschuiven. Die zullen in de volgende week die komt, de laatste week, zeker en vast zal die techniek daar nuttig blijken. Tot slot nog één techniek die ook zin nut zal bewijzen in de oefeningen van volgende week, is de vlakkenwaaier. We wensen een vergelijking te bepalen van het vlak dat een bepaald punt bevat en een bepaalde rechte omvat. Merk op dat dit eigenlijk perfect mogelijk zou zijn door een determinant te gaan berekenen, waarbij we het punt P gaan gebruiken. En als richtingsvectoren de richting van L enerzijds en een andere richtingsvector die gemaakt wordt door een punt van L met P te verbinden. Dat is een techniek die de kijker zeker en vast een keer kan proberen. Maar we wensen eigenlijk een kortere manier, een meer inzichtelijke manier, om dit vlak te bepalen. Nu, hoe gaan we dat doen? Nou, eigenlijk kunnen we L, elke rechte, kunnen we zien als een snijlijn van twee vlakken. Op mijn tekening bekijk ik eigenlijk die rechte L als een snijlijn van het vlak alfa enerzijds, het vlak beta anderzijds. Het punt P valt daar dan uiteraard volledig buiten. We wensen nu uiteindelijk op zoek te gaan naar het bruine vlak gamma. Dat is een vlak dat heel hard lijkt op alfa en beta, ja, want het bevat eigenlijk ook deze rechte L, maar bovendien ook het punt P. De manier om het bruine vlak gamma op te bouwen gaat eigenlijk als volgt. We zien dat we eigenlijk gamma kunnen opbouwen aan de hand van de vlakken alfa en beta. We kunnen namelijk gamma beschouwen als een lineaire combinatie van die twee vlakken. Het is te zeggen, we kunnen gamma eigenlijk gaan definiëren als r keer de eerste vergelijking, dus r keer x plus y plus z min 2, plus s keer de tweede vergelijking, dus s keer 3x min z plus 5 gelijk aan 0. Merk op dat we op dit moment hier de vergelijking hebben opgeschreven van zeker en vast een vlak, want het is slechts één vergelijking die bestaat uit drie variabelen. Herinner u dat elke vergelijking van de eerste graad in drie variabelen een vlak voorstelt in de driedimensionale ruimte. Maar bovendien zal elk punt van L ook tot het vlak gamma behoren. Want elk punt van L voldoet aan deze twee voorwaarden. Dus voor elk punt van L zal deze term x, of deze factor tenminste, x plus y plus z min 2 gelijk zijn aan 0, en zal ook deze factor 3x min z plus 5 gelijk zijn aan 0. Dus zal elk punt ook voldoen aan de vergelijking van gamma. Wensen we nu nog de waarden van r en s te kennen, dan volstaat het opnieuw om het punt p in te vullen in die vergelijking van gamma. Dat is wel wat rekenwerk. Als we p invullen, kunnen we een verband tussen r en s afleiden. Op die manier kunnen we r terugsubstitueren en vervangen door die min 5s. Merk dan op dat we nog altijd één parameter s overhouden, maar als we alles delen door s links en rechts, is die parameter eigenlijk ook opnieuw weg. En op die manier kan de vergelijking van gamma worden vastgelegd.
Een techniek die we noemen vlakkenwaaier, omdat, als we goed kijken naar de tekening, we eigenlijk een waaier van vlakken bekomen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat de as in de vlakkenwaaier altijd dezelfde is, namelijk in dit geval de rechte L. We zullen zien dat in het vervolg, in de laatste oefeningen van deze reeks, de begrippen vlakke laag en vlakke waaier zeker nog hun nut zullen bewijzen. Maar dat is dus voer voor de volgende sessie.